De economische wetten gaan niet samen met iets kleinschaligs als een dorp. De bus, de school, de kruidenier. Bewoners zien die voorzieningen één voor één verdwijnen. Dan maar het heft in eigen handen nemen en zelf een winkeltje exploiteren. Kan het uit of is ook hier een steuntje in de rug onontbeerlijk? Er waren vragen, toch wel van de inwoners, van kan er niet een winkeltje terugkomen? Dus toen zijn we via de gemeente en via Wonen Plus Welzijn, dat is een organisatie die projecten oppakt en opstart, zijn we uiteindelijk gekomen tot de opstart van het winkeltje. Er wordt elke dag brood geleverd door een verse bakker. Verder hebben we de dagelijkse dingen voor het huishouden, als je iets tekort hebt. Verse eieren van een boerderij, daar is veel vraag naar. Sinds een jaar hebben we de post-NL-activiteiten. Het benzinestation in ons dorp is ook verdwenen. Die hadden dat vroeger. En toen zij weggegaan zijn, is de postzeil naar ons toegekomen voor de eenvoudige handelingen. Ik woon hier en mijn leeftijdsziende, ben ik niet zo jong meer. Dus ik vind het wel makkelijk om hier dat te hebben. En we gaan ook voor een praatje, hè, en voor krant lezen, koffie drinken en we doen hier spelletjes op vrijdag. Het dorpsservicepunt, dat zijn 40 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de winkel draait. Want die is dus alle dagen geopend, behalve op de zondag. Dat krijg ik nog nooit van. Het geeft een verbondenheid, want je streeft ergens voor. En dat is nu ook het leuke dat we sinds 1 januari zelfstandig zijn. Vroeger werd alles geregeld door Wonen Plus Welzijn in Schagen. En we hebben na 3 jaar gezegd, we willen het eigenlijk zelf wel gaan draaien. En omdat je zelf bezig bent, je ziet wat er gebeurt, je ziet wat er gekocht wordt, wat er uitkomt. Ben je meer betrokken erbij? Geeft het ook een kick als je ziet dat je wel iets winst maakt?